Ik vergelijk mezelf vaak met anderen en voel me dan slecht over mezelf. Hoe kan ik stoppen met deze negatieve gedachtenpatronen? Je zelfbeeld eigenlijk wordt opgebouwd in je kindertijd, en je jeugd. Over het algemeen wel. Ja. Dan ja, is zeg maar de baseline gecreëerd van je zelfbeeld. En vanaf dat moment heb je zelf invloed van hoe dat zich verder evolueert in jouw leven. Dus ga je met die, met die mensen om die heel de tijd iedereen kleineren en jou ook kleineren. Op het moment dat je ergens onzeker over bent of niet veel vertrouwen in hebt, dan raakt een opmerking je drie keer zo hard. Dan zie je dus ook dat mensen zich daarnaar gaan gedragen. Juist de mensen die een negatief zelfbod hebben, dat zijn eigenlijk de mensen die dan eigenlijk hele positieve, aangename mensen zijn. Welkom bij de Mentale Speekamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de speekamerdeur en jou voorzien van handige tips en informatie. Mijn naam is Chris, is in Spee. En naast me zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En deze week hebben we weer een vraag gekregen van een van de luisteraars. En die leidt als volgt. Ik vergelijk mezelf vaak met anderen en voel me dan slecht over mezelf. Hoe kan ik stoppen met deze negatieve gedachtepatronen? Ja, herkenbaar, denk ik toch. Het, ja. uh, ik denk dat dat wel heel veel speelt. En denk ik zelfs nog, uh, wat mooi dat diegene uh, het zo duidelijk heeft van uh, het, het erkent van, hey, volgens mij is dit wat er gebeurt. Ja, Want precies. Voor, voor mijn gevoel dan uh, speelt het ook vaak op onbewust niveau. Dat je je onbewust misschien met anderen vergelijkt. En dat je dan misschien wat neerslachtiger wordt of je ja, net iets minder fijn voelt. En dat je dan gewoon doorgaat. ja, klinkt, uh, ja wat, wat roept het bij jou op? Ja, het, het komt eigenlijk neer op, op dat het zelfbeeld eigenlijk uh, negatief is. Een laag zelfbeeld, denk ik. Ja, precies. Ik, ik, ik zat ook in mijn hoofd van, um, van hey, negatieve gedachtenpatronen. Er waren inderdaad twee dingen die direct in mij opkwamen. Het eerste was inderdaad een laag zelfbeeld. En het tweede was ook depressieve. Uh, klachten, omdat ze het vooral over negatieve gedachtenpatronen had. En dan is dat vaak iets waar ik uh, wel aan denk om in, in mijn achterhoofd te houden. Ja, want ik kan me voorstellen dat negatief zelfbeeld en depressie... natuurlijk eigenlijk een soort van goede vrienden van elkaar zijn, om het mm -hmm. even zo te vergelijken. En, en misschien laten we beginnen met wanneer heb je een negatief of een laag zelfbeeld? Ja, um, kijk, een, een negatief zelfbeeld of een laag zelfbeeld... Um, wat denk ik vooral belangrijk is als je je woord zelfbeeld hebt, dat is eigenlijk het, ja, zoals het woord het al zegt, het beeld dat je van jezelf hebt. Mm -hmm. En die kan inderdaad positief zijn. Dat je denkt van, nou, ik ben uh, slim, ik ben grappig, uh, dat soort uh, zaken. En het kan negatief zijn. Dus bijvoorbeeld als je denkt van, hé, hey, ik ben dik, ik ben lelijk, ik ben uh, saai. Um, dus, dus dat is eigenlijk een zelfbeeld. En het zelfbeeld, dat lijkt ook wel een beetje op zelfvertrouwen. Mm -hmm. um, en het heeft ook zeker hier en daar overlap, maar er zit toch wel een subtiel verschil in. En ik denk dat ze dat in de volksmond, en uh, misschien ben ik daar zelf ook schuldig aan, dat ze het soms door elkaar gebruikt. Ja, want ja. wat is het verschil? Nou, zelfbeeld gaat echt over wat je van jezelf vindt als persoon. Dus mm. het is meer een soort van een zijnsopvatting van, hey, ik ben... Of ik ben onintelligent, of ik ben saai, of ik ben niet grappig. Yeah. En uh, terwijl zelfvertrouwen, dat gaat eigenlijk veel meer over de dingen die je doet. Dus eigenlijk meer je acties en je taken en hoe je presteert. Dus je kan bijvoorbeeld. en, en het grappige is, dus ook die twee die kunnen overeenkomen, dat zou in theorie wel logisch zijn. Uh, maar ze kunnen dus ook verschillen. Dus het kan best wel zijn dat je misschien in je kern denkt van hé, hey, ik ben. Uh, ik voel mezelf dom. Omdat misschien hè, je broer of je zus, die hadden misschien VWO gedaan en je had HAVO gedaan. En in vergelijking met je broer of je zus van vroeger, heb je misschien jezelf altijd dom gevoeld. Of als je ouders allebei professor zijn, dan denk je van hé, hey, ik ben dus dom, want in vergelijking met hun ben ik um, minder slim. Yeah. Maar het kan dan alsnog, uh, dus dat kan echt iets een opvatting zijn over jezelf. Terwijl tegelijkertijd uh, HAVO is super hoog opgeleid. Yeah. Je bent dan hoog opgeleid. Dus the theoretisch gezien, je bent helemaal niet dom. Nee, klopt. Uh, op VWO kreeg je een toetsje meer of iets. Of iets. je ja, kreeg. Maar uh, we het al? Je, Dus Latijn je bent, woordjes. Ja, en, en, en theoretisch gezien, kijk, als je naar je IQ, uh, als je naar de normaalverdeling van de IQ-testen kijkt, dat heb ik uh, vroeger ook best wel vaak uh, afgenomen bij mensen. En dan zie je dus dat uh, op het moment uh, dat MBO4 of MBOT, dat is dus het gemiddelde opleidingsniveau van hm. Nederland. Ja, en voor de mensen die, die inderdaad. Want Volgens mij zijn dat ook termen die de afgelopen decennia plaatsvinden. Maar je hebt nu zeg maar LWOO. En, oh. Of ja, je hebt LWOO en dan heb VMBO en dan heb je HAVO en dan heb je oh, VWO. Ja. Ja, ja. En bij de volgende fase heb je zeg maar MBO, HBO en universiteit. Ja, WO inderdaad. Precies. Ja, precies. Ja, precies. Ik zat even bij LWOO te denken van... Uh, dat is de middelbare school, maar volgens oh, ja. mij vroeger heette dat anders. Ja, ik zat even te denken van waar resoneert het ook alweer mee? Ik kon het eventjes niet plaatsen. Ja, dus ik keek je heel gek aan. Het zo van... ver in de orde dat je geen idee had dat LWO ook bestond. Nee, ik, <laughs> nee, ik, nee, ik keek nee. heel dom uit mijn ogen. Ja. <laughs> even. Nee. Nee, dus, dat, um, dus je kan alsnog... Kijk, stel je voor dus misschien dat je dus... Hè, in dat voorbeeld van dat je misschien HAVO hebt gedaan... en je broer en je zus hebben VWO gedaan. Nou, dan kan je misschien het gevoel hebben dat je dom bent... of dat je kan je opvatting over jezelf zijn... Terwijl misschien, uh, stel je voor, je bent uh, jurist en, uh, en je bent een mooi verslag aan het schrijven, dan kan je misschien wel heel tevreden zijn over het verslag dat je geschreven hebt. Ja. Dus je zelfvertrouwen over dat je bekwaam bent in het beroep dat je uitoefent, dat kan heel positief misschien zijn. Terwijl ja. het beeld van jezelf, dat blijft eigenlijk negatief. Ja, precies. En andersom kan het ook. Even zien dat je dus denkt van, hé, hey, dat je over het algemeen denkt van, hé, hey, ik ben een goed, mooi, aardig, uh, fijn persoon. Uh, maar dat op het moment dat je uh, voor de klas staat of uh, een presentatie geeft, dat je denkt van ja, ik faal en ik maak er een potje van. Ja, dat is ook wel interessant met zelfvertrouwen. Hè? Het is eigenlijk ook iets wat je voelt. Zelfvertrouwen, ik zie het altijd een beetje als van de fundering bouw je zelf. Dus je, je doet een heleboel dingen, je overwint een heleboel dingen. En dat bouwt de fundering voor jouw zelfvertrouwen. Ja. Vraag me ook af, zou dat dan ook gelden voor jezelfbeeld? Van. van want de zelfbeeld die is niet echt gebaseerd op acties, maar op meer op hoe jij jezelf ziet. Ja, dus ik misschien wat je bedoelt, ja, de acties zouden misschien kunnen zijn. Als jij je omringt door mensen bijvoorbeeld. En, en je hebt daar echt niet altijd een keuze in. Want je kan niet kiezen wie je vader of moeder is. Maar stel je voor dat je op oudere leeftijd je omringt met een groepje mensen die wat giftiger zijn. Of die, 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 die misschien een, een heftige jeugd hebben gehad en jou continu kleineren. Dan heeft dat natuurlijk ook invloed op jouw zelfbeeld. Dus dat is ja. toch wel interessant. Je hebt daar toch ook wel een invloed in. Maar wat je eigenlijk net zei, is van dat je zelfbeeld eigenlijk wordt opgebouwd in je kindertijd, in je jeugd. Op het algemeen wel, ja. Dan ja, is zeg zeker. maar de baseline gecreëerd van je zelfbeeld. En vanaf dat moment heb je zelf invloed van hoe dat zich verder evolueert in jouw leven. Dus ga je met die mensen om die heel de tijd iedereen kleineren en jou ook kleineren, dan wordt het niet beter natuurlijk. Maar ga je met een. Groepje mensen om die het beste uit jezelf halen, dan wordt dat natuurlijk beter. Dus je hebt de invloed op. Ja, zeker. En dat is dus ook heel interessant wat je noemt. Want ik kan me dus ook voorstellen dat een zelfbeeld is een relatief constante factor is. Dus op het moment dat jij een positief zelfbeeld hebt van jezelf, dat je jezelf over het algemeen. En dat bedoel ik ook niet arrogant hè. Een positief zelfbeeld betekent niet van: hé, hey, ik ben geweldig, ik maak nooit fouten. Een positief zelfbeeld betekent meer dat je jezelf ziet zoals waarschijnlijk anderen jou ook zien dat het dus in die zin realistisch is. Ja. Maar zeker als jij een positief zelfbeeld hebt, dan kan je, ben je misschien ook veel beter bewapend tegen giftige mensen. En als zij een beetje klereenen of een opmerking doen, misschien dat iemand met een positief zelfbeeld wel denkt ze van, hey, dat maakt helemaal niet uit. Je hebt een moeilijke dag gehad en dat is oké. Okay. Als nee. jij negatief wil zijn, dan is dat jouw keuze. En volgens mij bedoel je het helemaal niet zo. Of omdat je misschien een slechte dag hebt gehad, omdat je een moeilijk leven hebt gehad. Dus als je een positief zelfbeeld hebt, dan kan je misschien daar heb je veel beter een panzertje. Omdat een ja. opmerkingen van een andere die halen jou niet naar beneden, omdat jouw gevoel over jezelf is gewoon positief. Interessant. Terwijl ja. op het moment dat je misschien een negatief zelfbeeld hebt en iemand die gaat giftige opmerkingen maken of jou naar beneden halen, eh, dan raakt dat misschien iets wat je ook over jezelf denkt vanuit vroeger. En dan is het des te pijnlijker. Dan kan je dat niet van je van je mouw afschudden. Of. Uh, ja van je lichaam afschudden dat... <laughs> ja dat is ook heel interessant inderdaad dat kritiek op gebieden waar jij een beetje onzeker over bent waar je zelf een negatief beeld over hebt dat komt altijd het hardst aan precies dus als jij denkt van hey, uh, ik ben misschien niet zo slim ik heb maar vmbo gedaan en mijn ouders die hebben allebei wo gemaakt, gedaan en na het luisteren van deze podcast weet je dat het eigenlijk geen worst uitmaakt of je nou echt slim bent of niet het heeft gewoon te maken met dat je je huiswerk wel deed en de ander deed dat niet. Maar dan kan ik me voorstellen dat als je toch diep van binnen denkt van en je ouders zeiden altijd van hé, hey, word dokter of word ingenieur of word wat dan ook. En jij bent autotechniek gaan doen omdat je het gewoon leuk vindt om aan auto's te sleutelen. Wat ook super leuk is dat als iemand dan zegt van... hé, hey, dommert, of hé, hey, dombo, of uh, jij kan niks... dat je dan ja. toch weer dat stemmetje hoort... of weer, weer die bevestiging krijgt... van eigenlijk wat je ook dacht van je ouders... wat zij van jou dachten... omdat ze wilden dat je hooggeschoold zou zijn... Ja. dat dat extra diep binnenkomt. Ja. Terwijl als jij... stel je voor je komt uit een gezin met twee automonteurs... bijna onmogelijk, denk ik. Ik ken geen één vrouwelijke automonteur... maar <laughs> ik ben echt benieuwd wat daar de cijfers van zijn. Maar stel je voor dat je inderdaad twee automonteurs hebt... zoon wordt ook automonteur... Ouders zijn blij dat de zoon automonteur is en iemand zegt van hé, hey, uh, jij bent maar automonteur. en ik denk ik van ja, dus het maakt denk de het tijd. Ja. Dus, dus, dus ik denk ook dat inderdaad, hoe je ouders jou gepanzerd hebben, wat jij ook net zei. De, afhankelijk van de comment die, uh, afhankelijk van de opmerking die op jou gemaakt wordt, hoe gepanzerd jij bent, hoe heftig dat binnenkomt. Dat is dat is wel heel interessant. Ja, en dat merk je dus inderdaad ook heel vaak. En dat zijn dus ook de triggers waar het vaak over gaat. Kijk. Op het moment dat je ergens onzeker over bent of niet veel vertrouwen in hebt, dan raakt een opmerking je drie keer zo hard. Ja. Dus ik maak ook wel eens bij, um, bij cliënten dan het voorbeeld, inderdaad, die kunnen dan op één gebied bijvoorbeeld onzeker zijn. En wat vaak veel voorkomt, zijn uh, intelligentie. Dus mm -hmm. het gevoel dat je dom bent of onintelligent bent, ook uiterlijk. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld het idee dat je uh, lelijk bent of dat je dik bent. Mm -hmm. uh, ook maatschappelijk succes. Dus uh, nou, wat je bereikt hebt in je leven, van welke opleidingen je afgerond hebt. Um, en, ja, ja, je hebt er, en, en ook meer van uh, over je karakter eigenlijk meer. Dus vaak zijn mensen bang dat ze saai zijn. Ja, het is super interessant, want als je dan naar de, als we teruggaan naar de primitiviteit, het zijn allemaal wel kenmerken waarmee je overlevingskans zeg maar, verhoogd wordt als je daar goed in bent. Iemand met een goed karakter, die, 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 die wordt niet weggestoten. Iemand die slim is, die wordt ook niet weggestoten, want die zorgt ervoor dat, de, dat het dorp zeg maar, overleeft. Iemand ja. die er knap uitziet, heeft hogere kans om voortplanting te krijgen. Dus die wordt ook niet uitgestoten. Dus het is toch best wel bijzonder hoe primitief wij, di wij als dieren zijn. Of ja, als dieren, als organismen. Ja, als. Toch? Uh, ja, dus, dat is, dus het zijn ook allemaal onderwerpen waarbij je ook denkt: van, nou, ik, ik heb weinig mensen ontmoet die over geen van allemaal. Onzeker zijn. Ja. Ik kan nog ook wel één of twee noemen waarvan ik denk van oh, daar betrap ik mezelf ook wel eens op. Um, ik weet niet hoe dat bij jou zit. Nou nee, ja, ik, denk, ik, ik moest gelijk denken aan psychische stoornis. In de zin van eigenlijk aan de ene kant heb je de mensen die depressief zijn, die zijn eigenlijk, die hebben eigenlijk een negatief zelfbeeld en waarschijnlijk ook zelfvertrouwen. Ja. En aan de andere kant een nar nar narcistische persoonlijkheidsstoornis. Die, 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 die verbloemen, die, die hebben een zelfbeeld waar je u tegen zegt. Nou, en, en misschien ook een zelfvertrouwen die heel hoog is. Maar misschien lijkt dat zo. Ja, het is heel interessant dat je dat noemt inderdaad. En dat is denk ik ook wat, waarom deze podcast... Daarom gaan we denk ik een beetje de zelfbeeldhoek uh, op. Omdat uh, zelfbeeld is in die zin dus ook iets... wat dus samengaat met heel veel verschillende typen mentale problematiek. En in die zin uh, een, een laag zelfbeeld... dat kan realistisch zijn of onrealistisch zijn. Daar kunnen we het later over hebben. Uh, maar inderdaad, bij een depressie komt dat volgens mij bij 80% voor. Bij is er nog meer. Bij angststoornissen komt het ook bij 60-70 procent voor. Jij noemde net uh, narcisme. En uh, wat daar best wel interessant aan is, is dat het dus inderdaad lijkt alsof iemand een heel hoog zelfbeeld heeft. Mm -hmm. um, maar mijn verwachting zou eerder zijn dat iemand heel veel zelfvertrouwen heeft. Dus heel veel zelfvertrouwen over wat diegene doet en hoe iemand zich presenteert en hoe iemand overkomt. Uh, maar dat, dat dat een soort van een ui is. En dat helemaal diep in de kern, dat daar juist een laag zelfbeeld onder ligt. Waardoor je dus eigenlijk gaat overcompenseren op al die andere gebieden. Om te laten zien van kijk, ik doe er wel toe. Een koping. Eigenlijk een koping die dusdanig uit de hand is gelopen. Dus eigenlijk een façade die iemand op. Ja, zet. en wij van de buitenkant. Kijk, wij kunnen niet, Tenzij uh, dus ik kan er geen gedachten lezen. Volgens mij. Uh, uh, niemand, dat, is, dat, dat kan niet. Dus je kan niet bij iemand met uh, een, narc een narcistische persoonlijkheid... Dus je kan niet in iemands hoofd kijken. Dus wat wij eigenlijk zien is de buitenkant, de façade... en dat is dus de koping van dat hoge zelfvertrouwen. Yeah. En, um, en misschien dat dat ook meer gewoon op... het kan ook zijn dat dat, dat meer op onbewust niveau is. Dus yeah. dat niet iemand um, hey, die zich zo presenteert... dat die, ja, die voelt zich misschien ook wel gewoon heel zelfverzekerd... en stoer en slim en bekwaam en kundig... Ja. Maar misschien heel diep van binnen. En dan zou ik eigenlijk verwachten: stel je voor diens vader of diens moeder, die kan vast nog wel een gevoelige snaar raken, of heeft die ooit in zijn leven geraakt? Ja, precies, precies. Want inderdaad, wat, wat volgens mij inderdaad met, met de narcistische persoon is, dat zijn vaak gewoon zwaar getraumatiseerde mensen. Dus, dus als je zwaar getraumatiseerd bent, dan heeft jouw zelfbeeld daar sowieso onder te lijden. Ja. Gehad, dat kan gewoon niet anders. Ja, en dan en, word je misschien heel onverschillig ja. om te voorkomen dat emoties hard binnenkomen. Ja. Dus heb je zelf eigenlijk geleerd. Je hebt eigenlijk geleerd van, hey, op het moment dat ik uh, kwetsbaar ben of open ben of puur ben, dan word ik afgewezen. Dus dan verstoot ik die kant van mezelf, die verstoot ik. En op het moment dat iemand anders dat is, dan ja, heb ik daar ook niet echt ruimte voor. En ja, je stompt jezelf af. En je had het net over gedachten lezen. Ik kan toevallig wel... Nee, ik kan niet toevallig <laughs> gedachten lezen. Maar wat ik wel heel interessant vind... is dat wij mensen hebben toch wel een soort van intuïtie... of een soort van sensor, om het even zo te noemen... dat we toch bijvoorbeeld bij mensen... die bijvoorbeeld uh, narcistische persoonlijkheidsstoornissen hebben... of die depressief zijn... dat je toch wel doorhebt van... hé, hey, je bent heel vol van jezelf. Is dat oprecht of niet oprecht? Je merkt wel bijvoorbeeld... Uh, bijvoorbeeld arrogantie noemt men dat dan... Ja. Um, dat voelt heel erg um, incongruent. Dus wij mensen voelen denk ik wel aan van... hé, hey, is dit nou echt... is dit een façade die je opzet... of ben jij nou echt zo? Ik kan me voorstellen als jij bijvoorbeeld... 200 marathons hebt gerend... en je hebt de grootste marathon van de wereld... en je, dit is de 201ste marathon die je loopt... Dan sta je daar en dan straal je waarschijnlijk vertrouwen uit want je denkt nou ik heb er al 200 uit gedaan. Maar stel je voor dat je er geen één hebt gelopen en je probeert dat voor te leggen van hé, hey, kijk ik ga dit even doen een marathon rennen zonder training. Dat voel je aan. Ja, interessant. En, en ja. ik vond dat ook wel interessant. Ik heb zeg maar in mijn vorige leven zou ik bijna zeggen was ik DJ. En ik herinner me nog dat ik op een dag kreeg ik een mailtje van iemand en die zei van hey Chris wil jij draaien op de preparty van of de afterparty van Chris Brown. Nou, voor de mensen van 30, 40, 50 plus onder ons die Chris Brown niet kennen, dat was de grootste hip-hop artiest van de wereld. Ja. Dat was, uh, ja, hoe kunnen we dit een beetje... Nu noem ik even terug naar de tijd. Dat was de, 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 de prince van de, van de jaren Potten. 70, 80, 90. Dat was de, 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 de queen. Dat was, de, dat was de, de, de Elvis van nu, zeg maar. Maar dan op hip-hop gebied. Nou, dus ik dacht van, wow. Ik heb op wat. Ik, heb, ik draaide wekelijks in in kroegen, in tenten van 200 300 man. Maar dit was ineens duizend man. En het grappige is, die beelden staan ook online. Ik ga niet delen waar ze staan, want ik, ik vind het zelf ook een beetje ja, het is gewoon heel schattig. Maar je ziet mij daar staan met mijn colbertje, want ik wilde, ik was toen, ja, hoe oud was ik? Ik was 19. Yeah. En uh, ik zat daar te draaien. En ineens kwamen kwam dus van die Afterparty volgens mij 800 man of 900 man binnen. En dat was gewoon veel meer dan dat ik gewend was. Op een nu, je ziet gewoon al die mensen, maar je hebt geen idee. Want je, 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 je schuilt in jezelf. En je ziet mij draaien. En er kwam ook speciaal een cameraman, een videograaf. En die jongens zijn best wel duur. Die kwam mij filmen voor een Aftermovie. Nou, die Aftermovie. Ik heb hem gezien. Ik dacht bij mezelf, wauw Chris. Wat is dit? Dit kan toch niet? Ik. Je straalde ik, niet. Ja, ik wist wel dat die cameraman zei: Kijk eens een keertje naar mij. Want ik zat helemaal naar beneden, naar mijn knoppen te kijken. Van, oh jeetje, doe ik het wel goed en dit en dat. En ja, dat staat natuurlijk nul zelfvertrouwen uit. Omdat ik het nooit heb gedaan voor 900.000 man. Maar tien jaar later, uh, daar was je natuurlijk bij, hadden we een feest in Rotterdam. En dat was volgens mij anderhalfduizend man of 2.000 man. Dat was enorm. Ja, ja. Boeide mij niks. Nee, ik stond daar. En je straalde je, je zelfvertrouwen uit. Precies, omdat ik het al honderd 100 of duizend keer gedaan had. Dus om terug te komen naar mijn verhaal. Je voelt gewoon aan iemand aan. of het oprechte zelfvertrouwen is. of dat het een façade is. En terugkomend op of we gedachten kunnen lezen. dat waarschijnlijk niet. Maar we kunnen wel oplezen. of iemand een façade op heeft of niet. En dat is, dat, dat is toch wel heel interessant. Ja, zeker. En, Flinke wat, zijbrug die ik hier heb gehad. Wat ik ook wel leuk vind aan je verhaal. Tenminste, ik hoorde je eerst opmerken. Want die, eigenlijk de situatie die je dus beschrijft. is dat je dus als DJ. voor een enorm groot feest. daar zo staat. En dat je alleen maar naar je knoppen keek. En dat dat nu natuurlijk heel erg geëvolueerd is, dat je er nu vol met zelfvertrouwen staat en ook uh, de sfeer goed kan uh, boosten. Maar jouw opmerking over jezelf toen je daar dus bij Chris Brown stond en alleen maar naar beneden keek, was van, oh dat was schattig. Ik stond er schattig bij. Ja. Dus dan zou je eigenlijk, dus, dus mijn hoofd gaat dan eigenlijk al gelijk van, hey, dat klinkt dus nog wel als een soort van een positief zelfbeeld, maar dat je zelfvertrouwen op dat moment minder was omdat je de kwaliteiten niet had. Ah, ja. Maar dat je wel het vertrouwen in jezelf had van, hey, ik heb die kwaliteiten niet, maar ik ga mezelf verbeteren om die kwaliteiten wel te krijgen, om mijn zelfvertrouwen op dat gebied uh, te ontwikkelen. Ah, en ik ja. hoorde geen zelfafwijzing over jezelf, over het feit dat je toen het nog niet zo goed kon ja, dat je, zeggen, ja, dat oh, je het eigenlijk misschien een, niet kon of zo. Wat ja. was ik een mislukkeling daar achter die draaituig? Ja, of uh, dat zag er triest uit. Of, um, ja, ik kan me heel veel woorden bedenken die je over jezelf zou hebben op het moment dat je ja. naar jezelf terugkijkt. En dat je denkt zo van, hé, hey, tien jaar geleden, ja, wat een, wat een uh, gemiste kans eigenlijk. Ja, maar jouw ja. reactie was, dat is best wel schattig. Ik stond daar gewoon schattig, gewoon een beetje verlegen naar beneden te kijken. Dus daar hoorde ja. ik geen zelfafwijzing in en dat is heel positief. Ja, dan hebben we een mooie brug naar zelfcompassie ja nee, Want dat, dat is dat... eigenlijk een teken van het is eigenlijk een soort van teken van zelfcompassie Dat je jezelf gunt om fouten. Te, of ja, het is geen fout om, om die dallen te ondervinden. Je, ja. zal, je, je hebt altijd momenten in je leven waar het minder ging. En de vraag is van hoe streng kijk je daarnaar? Hoe, hoe, hoe streng is die interne ouder in je hoofd, zeg maar, in je brein. Precies, en dat is denk ik zo belangrijk. En dat is dus ook als je naar zelfbeeld kijkt, van hé, hey, waarom is dat lage zelfbeeld? Waarom komt dat zoveel voor op het, op het mentaal gebied? En dat is omdat we dus ook vaak op het moment dat je zelf wat lager is, dan zie je dus ook dat mensen zich daarna gaan gedragen. Dus ja. op het moment dat jij bijvoorbeeld saai bent, dan, uh, dan, 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 dan ga je misschien sociale situaties meer uit de weg. Dan ontwikkel je misschien ook minder sociale skills op sociaal gebied. En dan, ja, dan ben je misschien ook wat minder goed in small talk. Of dan wordt het wat lastiger om te oefenen met kwetsbaar opstellen. En dan, ja, dan, dan word je misschien ook saaier. Ja. Want je maakt minder mee, waardoor je misschien minder te vertellen hebt. Zelfs sabotage, maar hetzelfde met depressie toch. Je gaat, komt in die spiraal, inactiviteit, daardoor word je nog depressiever en ja. daardoor meer inactiviteit. Dus het is ook weer die, die negatieve spiraal waarin je jezelf eigenlijk brengt. Precies. Onbewust, hè? Ja, en ook als je misschien de, vanuit jezelf wilt denken van hé, hey, ik ben dom of ik ben onintelligent. Misschien kies je er dan ook in je gedrag voor om vaker je mond te houden op het moment dat er gesprekken gaande zijn. En, om, en dan ontneem je jezelf misschien eigenlijk die kans om dat beeld te corrigeren. Want misschien reageren mensen wel super positief op je. En blijkt dat gewoon anderen je totaal niet zo zien. Of je ontneemt jezelf de kans om je daarin te ontwikkelen of te groeien. Om eh, wel meer te kunnen zeggen wat je denkt. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen. Pauseer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Ja, ja het is ontzettend interessant, want dit is ook wat we doen in, het, in ons kerntraject natuurlijk. We kijken inderdaad naar wat er allemaal gebeurd is in je jeugd en je hebt dan de, onder andere de interne ouder, als ja. het ware. Dus zou moeten. Ik zou dit eigenlijk moeten kunnen. Ik, dus die stem, die klinkt heel erg als de stem van degene die jou opgevoed heeft. En dat is vaak je vader of je moeder of de opa of, of wie, wie je verzorger ook was. En die stem, die zet zoveel druk op jezelf. Dus stel je voor dat je vader altijd zei van, ja, hoezo kan je dit nou weer niet? God, wat, wat snap je hier nou weer niet aan? Als je dat hoort, dan wordt dat wel jouw baseline. Dan wordt dat van, hé, hey, ik ben iemand die dit niet snapt. Dan is dat de interne stem die Zeker. je zelf eigenlijk gecreëerd hebt. En we zien ook heel vaak als we dan inderdaad een hersenanalyse doen bij mensen, een breinanalyse, waarin we kijken van, hé, hey, waarom creëert jouw brein bepaalde klachten op dit moment? Waar komt dat vandaan? Dan zie je ook vaak bijvoorbeeld dat interne kind natuurlijk speelt mee, de interne ouder, interne volwassen. Je ziet ook vaak dat die interne ouder, dat die zo kritisch is op jezelf en dat zet zoveel druk op jouw lichaam. En wat gebeurt als je heel veel druk in je brein of in je lichaam creëert? Gaat het klachten creëren. Het ja, bezwijkt zeker. als het ware. En dat kan natuurlijk angst, depressie zijn. Maar dat kunnen ook lichamelijke klachten zijn. Ik persoonlijk bijvoorbeeld, ik ben een, echt een, een, een somatiseur. Als we daar een mooi Frans nieuw woord voor creëren. Ik ben iemand die. Ik, mijn, mijn, de druk die ik opbouw in mijn lichaam bij stress of wat dan ook. die uit, ik, zeg maar, niet. Na, na, zeg maar, in de vorm van emotie. Ik uit dat als lichamelijke klachten. Ja. Dus nu merk ik bijvoorbeeld. ik had laatst stress. Ik merk dat in mijn blaas. Ik moet de hele tijd naar de wc. En als die stress weg is. Ik heb het nog eventjes gejournald. Ik heb even gekeken van, hé, wat is hier aan de hand? Waarom reageert mijn lichaam erop? Ik denk van, oh ja, nou, ik voelde me afgewezen. En dan ga ik dus twee dagen achter elkaar, ga ik uh, 16 keer per dag naar de wc. En dan weet ik van, oh ja, dat is weer mijn plaats. Ja. Andere keer, ik wist nog dat, uh, ik weet niet, ik, uh, ik speelde een potje padel. En ik had uh, volgens mij een partner en die was de hele tijd van, ja, je moet dit proberen, je moet dat proberen. En ik dacht bij mezelf, luister vriend, ik maak minder fouten dan jij. Waarom geef je de hele tijd feedback? En ik had dat op een deur ook gezegd. En ik had daarna twee dagen lang last van benauwdheid. Dat ik echt dacht van, was je me nou? <laughs> Waar komt dit nou weer vandaan? Ja. En toen ging ik terugkijken. Toen dacht ik mezelf, oh ja, ik voelde me afgewezen. Dat is voor mij een trigger. En op een duur, ja, je, je moet er geen obsessie van maken. Maar bij mij is het bijna een randje obsessie. Ik heb gewoon door als ik afgewezen word. Als er, of als er diepe kernen in mij geraakt worden. Afwijzing of uh, dat ik er niet toe doe. Of ik er, dat ik er niet bij hoor. Dat zijn mijn gevoelige dingen. We hebben ook een kent die ik bij mij gedaan natuurlijk dan merk ik dat mijn lichaam daarop reageert. Het is niet dat ik angstig word of depressief word... of een paniekaanval krijg als iemand dat zegt... maar ja. ik merk het heel erg lichamelijk. En dat zie je dus bij heel veel mensen met aanhoudende lichamelijke klachten... dat er bepaalde dingen getriggerd worden. Emoties vertalen zich dan vervolgens in druk. De interne ouder die verhoogt die druk zeg maar, eigenlijk in je onderbewustzijn... waardoor je dus dit soort klachten krijgt. En, de, en, en dat is dus heel interessant, ook bij mij dus... dat alles zich in lichamelijke klachten... Vertaald. En dat doen we dus onder andere dus in het kerntraject. En mocht je dit herkennen thuis en denken van hé, hey, ik heb ook allemaal vage klachten waar niemand eigenlijk raad mee weet en waar we niet echt een duidelijke label op kunnen plakken, of juist wel een label, bijvoorbeeld prikkelbare darm of uh, spanningshoofdpijn of, of, of uh, onverklaarbare pijnen, um, kan je hier meer informatie over vinden op www.chrisenyesha.nl/slash kerntraject. En dat is eigenlijk een traject waarin we kerngericht naar je klachten kijken in plaats van klachtengericht. En dat kan bij heel veel mensen in ieder geval voor heel veel verlichting... slash zelfs uh, genezing van klachten zorgen. Dus dat was even een uh, korte toevoeging. Maar uh, ik kan me heel goed voorstellen dat als je van je ouders telkens iets, iets hoort... of een kritische ouder hebt, dat dat heel veel impact heeft. Merk je dat ook terug bij je cliënten? Absoluut, ja. En dat en kan dus niet alleen in de directe vorm. Hè? Dus het is niet alleen dat ouders bijvoorbeeld hebben van... Hey, je doet dit verkeerd, of je doet dit niet goed, of waarom heb je geen uh, acht gehaald op je rapport in plaats van een zes? Um, het kan dus ook eigenlijk veel subtieler zijn. Dus het is niet alleen dat je leert doordat er direct dingen tegen je worden gezegd, je kan ook een soort van een, een, een persoonlijkheid ontwikkelen, omdat je bijvoorbeeld lijkt op een van je ouders. Dat je het gedrag eigenlijk kopieert en dat je daaruit bepaalde opvattingen voor jezelf creëert hoe je zou moeten reageren. Dus stel je voor dat. Um, Laten we zeggen dat, uh, ze, voor, dat je vader een uh, hark is en dat je moeder uh, en heel erg zich daarop aanpast en heel erg uh, ruimte daarvoor geeft en heel, um, ja, heel lief en heel verzorgend is. Dan kan je dus ook op, als kind zo ik me, gaan leren van hé, hey, ik moet me aanpassen aan een ander of ik moet er ruimte aan geven of ik moet mijn best doen of ik moet. Uh, hè? Dus dan kan je een beetje het gedrag van je moeder een beetje gaan kopiëren. En dat je daarin een persoonlijkheid opbouwt, eigenlijk, waarin je dus heel veel ruimte geeft aan de ander. En wat je vaak ziet, is dat op het moment dat je heel lief voor anderen bent, um, dat dat samengaat met dat je heel streng voor jezelf bent. Want stel je voor dat je een keertje niet uh, lief bent, of stel je voor dat je een keertje ja, uitvalt tegen je vader of tegen je moeder, dan voel je je gelijk schuldig. Yeah. En dat schuldgevoel wil je niet hebben. Dus wat ga je doen? Je gaat voorkomen dat je je schuldig voelt. Dus je gaat nog een extra um, kilometer lopen. Je ja, dus is... gaat nog extra je best doen. En dus om eigenlijk te voorkomen dat, dat, uh, dat er conflict is of negativiteit is of wat dan ook. Dus je eigenlijk de, de pleaser in je moeder, die kopieer je dan. En, en, ja. en, en, en gevoelens van schaamte of van schuld, van hé, hey, ik mag niet uitvallen, ja. want dat deed mijn moeder ook nooit. Die emoties ga je internaliseren. Ja, precies. En het kan ook zijn dat, kijk, voor je vader is inderdaad een bottenhark en je valt wel tegen hem uit en je, uh, je, je, je scheldt hem uit of je doet vervelend, ja. Kijk, op het moment dat jouw vader daar of bijvoorbeeld niet op reageert door het de situaties uit de weg te gaan of je te gaan negeren, nou dan zit jij ook met al die emoties opge opgekropt. Dus dan doe je dat eigenlijk ook niet meer. Dan nee. leer je eigenlijk: ik moet niet mijn emoties uiten, want als kind ben je de verliezer. Als kind win je het niet tegen je ouders. Ja. Dus ja. Dan, dan leer je eigenlijk ook om dat minder te gaan doen. Of je, je, je uit je misschien heel erg boos en dan wordt je vader misschien ook boos. Ja, dat is ook geen fijne situatie. Dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende mechanismen. Het kan dus altijd direct, maar ook indirect gaan. Ja, precies. En als kind kan ik me ook heel goed voorstellen als er bijvoorbeeld iets gebeurt, um, hoe noem je dat, als, als jou iets overkomt wat niet eerlijk is, of als je je onjuist on, on bejegend voelt, natuurlijk, in hoeverre dat ook kan, in hoeverre je dat kunt voelen als kind, kan je natuurlijk twee modi ingaan. Je kan de boosheid ingaan, wat eigenlijk kracht en, en, en eigenlijk controle over de situatie geeft. Maar ja. je kan ook terugtrekken en angstig worden. Of terugtrekken en somber worden. Dus ja. het zijn eigenlijk twee kanten die je kunt opgaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat het afhankelijk is van wanneer die trauma daar plaatsvinden als het ware. Dus als je een baby bent, well, ja, wat kan je doen? Je kan niet gaan roepen. Ja, je kan wel gaan huilen, je kan bleren, dat kan wel. Maar je kan niet echt in de vechtmodus. Dus je gaat misschien toch wel eerder terugtrekken. Terwijl, als je op latere leeftijd zoiets hebt, dan is het afhankelijk van hoe jij bent als persoon, hoe jij omgaat met die problemen. Zeker. En dan is, speelt ook natuurlijk cultureel. Speelt natuurlijk ook mee. Want er zijn bepaalde culturen die eerder geneigd zijn om heel boos te worden. En er zijn bepaalde culturen die heel erg geneigd zijn om juist terug te trekken. En heel groot, misschien zou ik zeggen bijvoorbeeld dat de Aziaten, dat zijn mensen die voornamelijk dan inderdaad niet dan in de confrontatie gaan. Er zijn ook weer andere bevolkingsgroepen die juist wel in de confrontatie zullen gaan. Ja, dat, dat is wel, wel heel grappig. Zand. Want um, inderdaad, er zijn ook allerlei onderzoeken geweest, dat je dus ook ziet dat op het moment dat je. En een autoritaire opvoedingsstijl hebt. Dus alle mensen die uh, pedagogiek uh, hebben gestudeerd, die uh, weten waar ik het over heb. Het ja. dus eigenlijk een hele strik, strikte, rechtlijnige, strenge opvoeding. Wat uh, gewoon heel autoritair. Dus wat je eigenlijk een uh, ja, ik zou niet een dictator willen zeggen. Ja. Maar, ja. <laughs> ik zeg maar geen dictator, dat is het meest autoritaire, maar je hebt daar natuurlijk ook wat mildere varianten van. Maar een beetje dat beeld. Uh, Controlerend. Ja, gewoon overcontrolerend. En gewoon streng en gewoon hard. En je moet gewoon niet zeuren, je moet niet aanstellen. Mm -hmm. Ze zien dan inderdaad ook dat dan. als je dus een autoritaire opvoeding van je ouders hebt gekregen. Um, dat dat dus eigenlijk inderdaad dus ook weer die twee kanten op kan staan. Of het kan agressie voeden. of het kan juist heel erg voeden dat je heel erg submissief wordt. Dus dat je heel erg. Uh, echt je over gaat geven, je gaat onderwerpen ja. bijna. Ja, super interessant. En dan heb je ook natuurlijk transgenerationeel. dat dat in zich over kan dragen. want... Wij zitten natuurlijk wel in een tijd... we hebben de Eerste Wereldoorlog gehad... we hebben de Tweede Wereldoorlog gehad... en wij zijn zeg maar de, 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 de boomer generation die... Of, of, nee, onze de, ouders zijn ja, de boomers. Precies, de, ja, precies. Onze ouders zijn de boomers... en wij zijn het product van de boomers, om het even zo te noemen. Dat heeft natuurlijk ook zo zijn gevolg gehad. Want, want als je kijkt naar onze ouders... Ik denk dat wij, dat, dat wij individueel hele andere ouders zullen worden dan onze ouders. Omdat onze ouders toch wel uit andere tijd, uit een andere omgeving komen, waarin ja. toch wel ook extreme dingen aan de hand waren. Ja, zeker. Dat, dat leg ik ook heel vaak aan mijn cliënten uit. Ik zeg: de ouders van onze ouders die hebben de oorlog meegemaakt. Ja. En ja, in de, op dat moment waren er nog geen effectieve traumatherapieën. En sterker nog, ja, iedereen had het vreselijk. Ja. Dus dan ging je ook niet echt te koop lopen met hoe erg jij eronder leed. Dus dan, ja, ja wat ging je doen? Je ging gewoon uh, vermijden. Of ja. je ging bijvoorbeeld misschien meer alcohol drinken of iets dergelijks. Of je ging gewoon heel hard werken. En je dacht, het heeft geen zin om dit telkens op te ratelen. We weten allemaal hoe vreselijk het was. Maar we moeten gewoon door. Ja. Dus de, de, de ouders van onze ouders, die hebben het hele land opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Die hebben gedacht van hé, hey, we moeten weer. Um, Zorgen dat er weer voedsel komt, er moeten weer banen gecreëerd worden. Die hebben gewoon het hele land opgebouwd nadat het uh, nou, letterlijk ja, de oorlog er was geweest. Ja. Dus, um, dus onze ouders die hebben ook meegekregen, niet lullen, maar poetsen. Dus van hey, als dingen moeilijk worden, dat mag niet ten koste gaan van het werk dat je verricht. Je moet gewoon altijd door blijven gaan. Ja. En, ja, die, dus, en dat is ook natuurlijk van de ouders van onze ouders. Die hebben zoiets van wees blij dat je kan werken. Wees blij dat je stabiliteit voor je gezin kan zorgen, stabiliteit hebt, financiële zekerheid. Want wij hadden dat natuurlijk niet. Nee, precies. En het is natuurlijk ook afhankelijk van de omgeving. In hoeverre je je kunt laten meeslepen in die routes. En want we hadden het net over, inderdaad, als, er, als je een heftige omgeving hebt, dan kan je dus of terugtrekken, somber in je, in je schulp. Of je kan juist rebelleren en naar buiten gaan en gaan vechten met iedereen. Om het even ja. zo. Maar het probleem is tijdens de oorlog. We hebben laatste. Pianisten, uh, pianist gekeken. Ja. Super mooie film. Ontzettend. Heel triest. Uh, ja, maar ook heel indrukwekkend van ja. wat, uh, hoe, hoe hun leven was. Ja, je kan niet terugtrekken. Want de avondeten is één aardappel met z'n vieren. Ja, ja, ga maar terugtrekken. Dat ja. kan niet. Dus ik kan me voorstellen dat zij dan ook juist die ruimte niet hadden om die kant op te zoeken. En dan juist naar buiten moesten gaan en moesten vechten en moesten doorpakken. Maar ja, dat is zo'n aanslag op je zenuwstelsel, op je brein, op je zijn. Ja. Dus ontzettend interessant hoe dat werkt. Nou, ik had toevallig laatst een, een, een kleine clip gezien van 50 Cent. Die ken je wel, de, de rapper? Ja. En die zei ook, zijn, zijn mening, zijn opvatting was dat depressie is iets voor de rijke mensen. Want als je arm bent, dan heb je geen tijd om depressief te zijn. Oh. Ik weet niet, uh, ik, ik, ik vermoed niet dat het statistisch gezien klopt. Maar, yeah. um, maar het is natuurlijk wel in, in die zin een interessante op, opvatting. Dat je denkt zo van, hey, um, in zijn ogen is depressie iets van opgeven... En op het moment dat jij in gezin allemaal monden te voeden hebt en dat er brood op de plank moet komen, dan heb je niet, dan kan je niet opgeven. Dan moet je doorgaan, inderdaad. Ja, en er zitten natuurlijk heel veel nuances, want er zijn, uh, nou ik zeg niet dat zijn opvattingen uh, klopt, maar het is wel een interessante zienswijze die aansluit op ons gesprek. Ja, precies. En ik kan me dat ook wel heel goed voorstellen, natuurlijk. Ik bedoel, een leeuw die, uh, die niet lekker in zijn vel zit, ja, als hij in zijn schulp kruipt en niks doet, ja, dan gaat hij dood op een duur. Dus ik dus kan dus. Dat, dat 50 cents uitspraak is heel primitief, maar ja, het, het is toch wel een interessante zienswijze. Ja, dat zijn belevingen in ieder geval, dat als er heel veel armoede is, dat je dus gewoon door moet gaan, ondanks dat je, je heel slecht voelt. Ja, en als je dan ook bijvoorbeeld naar films kijkt of, of, of alleenstaande moeders die dan inderdaad met een aantal kinderen thuis zitten, ja, die gaan echt niet met een smaal naar werk toe van hey, goedemorgen buurman en hoe is het? Nou ja, die zijn gewoon aan het doorrammen en dan, dan kun je je afvragen hoe fijn is zo'n leven natuurlijk. En ja, dat, dat, dat is best lastig, lijkt ja, me. Lijkt dan me zit dus. je dus in die overleefstand. Ja. ja, en dat kunnen mensen heel lang volhouden. Terug naar de self -world. Precies, precies. Want als ik even terug, terugkijk naar de vraag. Hè, dus, dus inderdaad, onze luisteraar vroeg: van ik vergelijk mezelf vaak met anderen. en voel me dan slecht over mezelf. Hoe kan ik stoppen met deze negatieve gedachtepatronen? Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we die gedachtepatronen ombuigen? Want ik krijg een beetje CGT-vibes. Om het ja. zo te noemen. Ja, dus eigenlijk als je vanuit de depressiehoek kijkt... dan zou je inderdaad je gedachten onder de loep willen nemen. En dan eigenlijk gewoon meer praktisch niveau kijken van... hé, hey, wat kan je daar tegenover zetten? En dan wil je eigenlijk ook altijd achterkomen van... hé, hey, is het waar of niet? En als je meer vanuit de zelfbeeldhoek kijkt... dan lijkt dat er wel een beetje op. Dus eigenlijk altijd bij een laag zelfbeeld... Um, de eerste vraag die je zelf eigenlijk altijd wil stellen van... hé, hey, klopt het of niet? Dus stel je voor, kijk, zij zegt... ik vergelijk me vaak met anderen... Ja, de eerste vraag die zij, of hij trouwens, zich kan stellen is van... hé, hey, wat zegt dat over mij dat ik mezelf vaak met anderen ver, uh, vergelijk? Wat voor een conclusie zit er ander? Want hé, hey, je vergelijkt jezelf met een ander, maar wat ben je dan? Hè? Vergelijk jezelf met anderen en ben je dus dik, voel je je dus dik? Of vergelijk jezelf met anderen en ben je daardoor waardeloos? Of vergelijk jezelf met anderen, hè? Dus het is heel erg belangrijk om eigenlijk dan... als je vanuit de zelfhoek kijkt van... hé, hey, maar wat vind jij dan over jezelf op het moment... Dat je jezelf met anderen vergelijkt. Ja. En op het moment dat jij weet van hé, hey, wat vind jij over jezelf? En dat gaat dus vaak over uiterlijk, over intelligentie, of je karakter, of de dingen die je hebt gepresteerd. Um, als je dat helder hebt, dan kan je dus ook heel erg gaan kijken van hé, hey, klopt dat of niet? Hè, op het moment dat je bijvoorbeeld um, hè, het, uh, laten we even zeggen, stel je voor op het moment dat je het syndroom van Down hebt. Ja. Um, het heeft niet heel veel zin om dan te zeggen van hé, hey, ik ben super intelligent uh, op het moment dat je bijvoorbeeld je IQ gewoon lager is, lager is dat, dat, dat is helemaal oké. Okay. Maar op het moment dat je IQ lager is, dat, dat, dat zegt helemaal niks over wie jij bent als persoon. Dus je kan minder intelligent zijn als dat zo is, hè? Um, Maar dat zegt helemaal niks dat je daardoor minder waardevol, of minder mooi of minder leuk of wat dan ook bent. Ik bedoel, intelligentie is gewoon puur een cijfertje. Het is puur een cijfer, het is een normaal verdeling... maar dat zegt helemaal niks over wie jij bent als persoon. Ja, het heeft ook weer te maken met zelfacceptatie, hè? Want ja. ik bedoel, als je een, een grote neus hebt en je denkt van... ja, boeien, het is gewoon allemaal precies. prima... dan accepteer je dat de neus groter is dan gemiddeld. Maar ja, wat maakt het uit? Je, je krijgt misschien meer zuurstof binnen. Als je dat zo bekijkt, ik noem maar wat. Ja, nee, maar dat is dus precies. Dus het gaat over intelligentie, maar ook over uiterlijk. Kijk, stel je voor, je zegt inderdaad, ik heb een grote neus... Kijk. Uh, zelf, een positief zelfbeeld kan ook zijn van hé, hey, ik heb een grote neus, maar ik heb verder een knappe kop. En dat is prima. Ja. Of je zegt ik heb een grote neus. Of uh, ik, ik heb een grote neus, maar ik ben wel slim. Of ik ben een grote neus, maar ik ben een goed persoon en ik ben altijd lief voor mijn medemens. Ja. Dus daarin. Um, je hebt eigenlijk altijd de keuze. Kijk, als je erachter komt van hé, hey, wat speelt er nou daadwerkelijk? Kijk, of je opvatting klopt niet. Dus je zegt, hé, hey, als ik zeg van hey, ik heb een grote neus, dan. Nou, en, uh, een plastisch -chirurg, chirurg die kan mijn neus gaan opmeten. en die komt tot de conclusie dat hebt een hartstikke normale. of zelfs een kleine neus Ja, dan moet je het corrigeren, want dan klopt het niet. Maar als het wel klopt, dan kan je altijd denken: van... hé, hey, maar wat zegt dat dan over jou? He, ja. Dat je een grote neus bent, of dat je een laag IQ hebt. of dat je um, overgewicht hebt. Ja, dat zegt natuurlijk niks over wie jij bent als persoon. Ja. En dan wil je dus eigenlijk veel meer gaan kijken naar het compenseren. als je naar het zelfbeeld kijkt. Dus een zelfwild die kan dus in die zin, die moet realistisch zijn. Dus je kan denken van, hey, ik ben egoïstisch, ik ben uh, niet zo intelligent, maar ik heb wel, um, ik, ik ben wel een harde werker en, um, en ik ben grappig. Ja. Dat kan een realistisch zelfbeeld zijn, als dat jouw <laughs> ja. constellatie aan karaktereigenschappen is. En wat je dus eigenlijk veel vaker ziet, is als je veel meer op dat zelfbeeld gaat zitten, is dat juist de mensen die een negatief zelfbeeld hebben dat zijn eigenlijk de mensen die dan um, eigenlijk hele positieve, aangename mensen zijn. Dus dan ja. heb je, kan je negatief zelfbeeld hebben, terwijl die andere mensen in je omgeving... die zien jou vaak veel realistischer dan dat jij je ziet. Ja, precies. Dus je zegt eigenlijk, zet eigenlijk je gedachten op papier, toetsen of ze kloppen. En als ze kloppen, kijk of je ook niet andere eigenschappen hebt... waarmee je het eigenlijk kunt neutraliseren of kunt balanceren. Ja. En uh, misschien ook wat je meegeeft als tip van... Hey, Vraag aan de omgeving van, hey wat, uh, wat, wat vind, vind je? jij van mij? Ja. Precies, wat vind jij van mij? En de, waarschijnlijk krijg je dan ook een goed antwoord van... hé, hey, ja, je hebt wel een uh, verdomd grote neus... maar je bent ook super grappig, dus wat maakt het uit? Noem maar ja. wat. Je moet, dan niet, je moet het dan wel aan de juiste vragen. Want er zullen ook mensen zeggen, die zeggen... nee, je hebt gewoon een grote neus en uh, je bent te dik omdat ze zelf natuurlijk ook een onzekerheid hebben en dat misschien projecteren op jou. Dus dat ja. is het andere, andere, een andere vak. Riskant, riskante tip van de week. Dus uh, de disclaimer is: uh, stel het wel aan de juiste persoon, zeg maar. Iemand ja. die wel lekker in zijn vel zit, zeg maar, om het even zo te noemen. Ja, dus eigenlijk ja, een mooi, uh, hele mooie aanvulling. Dus je wilt eigenlijk je negatieve zelf, wat wil je scherp krijgen? Dat wil je eigenlijk onder de loep leggen. Kijken, van, hey, klopt het wel, klopt het niet? Waarin wel, waarin niet? Um, maar soms ook bijvoorbeeld, ze voor je hebt het idee van hey, ik ben dom. En dan kan je ook bijvoorbeeld kijken van, hé, hey, wat is het tegenovergestelde van dom? Namelijk, ik voel me slim. En dan kan je ook gaan kijken van, hé, hey, heb ik bewijs in mijn leven opgedaan? Of met opmerkingen opgedaan? Waaruit blijkt dat ik ook slimme kanten heb. Hè? Heb je misschien een leuk compliment van je baas gekregen? Heb je de cito toets eigenlijk boven verwachting goed gedaan? Of, um, ja, of ben je gewoon emotioneel heel erg intelligent? Dan kan je dat dus ook um, dat, dat erbij gaan halen. En, um, ja, en, en, en ook om dat wat meer te activeren. Kan je ook bijvoorbeeld gaan werken aan dat je dus uh, iets, te, iets uit dat positieve zelf wilt. Dat je daar een soort van een korte zin van maakt, een korte affirmatie van maakt. En ja. dat je dan gaat kijken van hé, hey, op het moment dat je zo slecht voelt, hè, op het moment dat, laten we even zeggen, je bent normaal gewicht, maar je voelt jezelf dik, nou, misschien dat je dan een positieve affirmatie kan hebben van hé, hey, ik ben. Um, ik, ben, ik, ik heb een normaal gewicht en ik ben gelukkig. En dat je een beeld van jezelf hebt dat je, weet ik veel, op het, op het strand ligt... en dat je een heel positief beeld daaraan had. En dan kan je ook bijvoorbeeld zelfs imagineren... wat voor een geweldige muziek je daar hoorde, hoe, hoe blij je was, hoe vrolijk je was. Om dus eigenlijk die positieve kanten van je tegengestelde zelfbeeld... Mm -hmm. om dat wat meer te activeren en dat wat meer te gaan doorvoelen. Ja. Ja, want inderdaad, ja, de, ook met die positivity challenge, die hebben we een aantal weken terug uh, natuurlijk gegeven als uh, tip. Als jij elke dag zegt tegen jezelf van ik ben dit of dat, dan ga je dat ook geloven. Dat is echt, dat is echt gewoon iets wat je, wat je aangeleerd krijgt ja. op een duur. En, en ja, ik weet niet of we een simpeler voorbeeld kunnen bedenken. Maar, maar, maar die ouder die tegen jou jarenlang heeft gezegd, jij kan niks. Ja, je gaat dat ook op een nu geloven. Terwijl je ontzettend veel kan. Je kan naar de basisschool gaan, je kan op de skelter rijden, je kan voetballen. Misschien ben je heel goed in pingpong. Ik noem maar wat. Maar omdat je die stem telkens hebt gehoord, ga je het natuurlijk meenemen in, je, in, je, in jezelf. En zo is het ook natuurlijk. Die interne ouder, die neem je natuurlijk mee. Je neemt je papa mee, die dat telkens tegen je zei. Maar hoe, vandaag de dag heb je invloed op hoe, jou, hoe jouw brein werkt. Zeker. Jouw brein is neuroplastisch. Dat brein is. Dat heeft miljarden, miljarden jaren eigenlijk om het even. Ik weet ook nog steeds niet of het nou miljarden. Iemand, misschien moet iemand in de comments even vertellen hoe lang de mensheid al bestaat, want ik heb het nooit gegoogeld. Ik denk de mens miljoenen, maar de, aarde, de planeet miljarden. Maar dat is mijn Precies. gok. Nou laten we ervan uitgaan dat inderdaad het brein miljoenen jaren heeft overleefd. Dat betekent dus dat als jij thuis zit en je denkt van hé, hey, ik zit in deze machtelo machteloze situatie, je kan het aanpassen. Jouw brein die kan dit overkomen, ja. maar je hebt soms daar toch. Een beetje hulp bij nodig, of dat steuntje in de rug, of deze podcast, om jou daartoe te motiveren. Dus jouw brein kan ook die gedachten ombuigen. Dus 100%. maak van vandaag de dag, als jij dit heel erg herkent en een negatief zelfbeeld hebt, maak vandaag de dag dat je anders naar jezelf gaat praten. En je zult vanzelf merken dat je brein vanzelf zich ook zal aanpassen en dat mee gaat geloven. En Zeker. begin klein, hè? Weet je, weet ik veel wat. Ze zeggen van, hey, komende zeven dagen als je heel onzeker bent over. over ja, wat, wat kunnen we als voorbeeld noemen? Waar, waar zijn mensen heel onzeker over? Nou, gewoon ge gewicht misschien. Ja, ja misschien je een gewicht. Van, dat je gewoon letterlijk van... hé, hey, ik heb normaal gewicht of... Uh, ja. ik ben wat zwaarder, maar ik, ik, ben, uh, ik ben super grappig... en ik heb een liefdevol gezin. Ik hou van mijn kinderen. Precies, als jij, van mij. als jij elke dag wakker wordt... en je schrijft dat elke dag op... of je leest dat op, je schrijft het naast je bed... en je zegt van hé, hey, ik heb misschien een beetje hoog gewicht... maar kijk wel veel leuke vrienden ik heb. Kijk hoe slim ik ben. Kijk wat ik heb bereikt. Kijk hoe ik dit, hoe ik dat doe... Geloof me, na zeven dagen voel je je stukken beter en dat zelfbeeld heeft zich echt wel meer geneutraliseerd. Het is heel simpel. En als je ja. dat vaker doet op een dag, ja, dan wordt het alleen maar beter. Dus ik denk dat we de tip van de week zo wel samen hebben verpakt: van hey, heb je een laag zelfbeeld? Doe er wat mee. Doe er wat mee, inderdaad. En, met onze uh, tips. en affirmeer jezelf ook op dagelijkse basis. Uh, met inderdaad wat je net zei. En we kunnen ons ook heel goed voorstellen dat er mensen zijn die inderdaad toch dusdanig diep gewortelde. Um, ja, opvattingen hebben van zichzelf en dat vanuit komt dat... trauma, vanuit pesten, vanuit een lastige thuissituatie. Precies op opvoeding dat het dusdanig diep is en dusdanig complex is om daar zelf in je eentje natuurlijk een uitweg in te vinden, zeg maar, om of, om dat op te lossen. En voor die mensen zou eventueel dus het kerntraject wel heel interessant kunnen zijn, omdat we dan echt gaan kijken van wat zijn die factoren en hoe kan je daar vandaag de dag iets aan doen om die. Gedachten om te buigen. En mocht je daar meer informatie over willen, kun je dat vinden op onze website bij christenijzer.nl/slash kentreact. We hebben denk ik wel de vragen beantwoord. Tip denk van de week ook. ook. Die ja. hebben we ook. Nee, ja, die ja, hebben we best dat wel was eigenlijk een, de samenvatting van hè, Schrijf je onderzoek je negatieve zelfbeeld. Kijk klopt het of niet? En onderzoek je tegen, of je argumenten hebt wat het tegengestelde bewijs is. En probeer dat te activeren door een affirmatie, door een bepaald beeld te creëren. En een mooie muziek, goede houding. Waarin je gewoon wat krachtiger gaat voelen om niet alleen dat je in je hoofd bezig bent, maar dat je het ook echt probeert te doorvoelen. Ja, nou, vind ik een heel mooie tip van de week. En voor nu wil ik jullie bedanken of jou bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Vergeet alsjeblieft niet om uh, een beoordeling achter te laten als je het een leuke podcast vond of minder leuk, dat kan natuurlijk ook. Vergeet ook niet te abonneren en vergeet ook niet deze podcast te delen met jouw vrienden of met jouw netwerk op social media. Dat helpt ons nam namelijk ook met ons zelfbeeld. Wij zijn ook natuurlijk maar mensen en ons zelfvertrouwen om eventjes in het thema te blijven, maar het helpt natuurlijk ook dat deze podcast vervolgens ook bij de mensen komt die dit echt hard nodig hebben en hier wat aan kunnen hebben. Dus vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken, vergeet niet te reageren. We zijn ook benieuwd naar jouw Reacties op deze podcast. En dan wil ik jou voor nu bedanken dat je weer aanwezig was, Aisha. Jij ook. Ja, graag gedaan. En dan zie ik jou de volgende week weer. Yes. Ja, Oké, okay, tot dan.